Welkom bij de Social Run, een non-stop estafetteloop van 555 kilometer door Nederland in ongeveer 48 uur. De Social Run is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij aandacht wordt gevraagd voor bespreekbaarheid en begrip rondom psychische aandoeningen. Aan de Social Run doen teams mee die gemiddeld bestaan uit 24 mensen. Een team bestaat minimaal uit 1 teamcaptain, 8 hardlopers, 4 fietsers, 2 subcaptains, 5 chauffeurs twee koks en twee fysiotherapeuten of EHBO'ers. Een team wordt verdeeld in twee subteams van vier lopers. Eén team is in actie, het andere team heeft rust. Advies van de Social Run was om etappes van ongeveer 50 km te lopen per subteam en die onder te verdelen in 2 kilometertjes. Iedere loper wordt begeleid door een fietser voor en achter of naast hem. De fietser voor geeft de route aan en bekijkt de verkeerssituatie. De deelnemers hebben zich te houden aan de geldende verkeersregels. De fietser bij de loper zorgt voor verlichting, veiligheid en ondersteuning. Na ongeveer 2 kilometer staan er busjes geparkeerd op een plek waar het mag en wordt er gewisseld van loper. De fietsers wisselen niet en leggen de hele etappe af. Deze procedure herhaalt zich gedurende 4 à 5 uur. Het subteam dat tijdens de rustgezellig verhalen uitwisselt, Rust en Eet, maakt zich klaar voor hun etappe. De vier lopers, twee fietsers en chauffeurs van subteam B wachten team A op voor de wissel. Voor team A is het nu rust en team B gaat in de actie. Tijdens de Social Run herhaalt zich deze procedure een aantal keer. Na ongeveer 48 uur komt het gehele team gezamenlijk over de finish. De Social Run voltooien is een teamprestatie waarbij iedereen even belangrijk is voor het team in de rol die hij of zij vervult. De Social Run is geen wedstrijd: meedoen is winnen.